Welkom bij Horeca Kat in Nederland. Wij zijn het enige platform in Nederland dat zich uitsluitend richt op de financiering van horecabedrijven. Vanaf de start in 2014 hebben wij inmiddels 15 horecabedrijven gefinancierd. Variërend van bedragen van 30.000 euro tot 2 ton. Investeerders heel divers. Dat varieert van particuliere kennissen van de horecaondernemer zelf. Maar ook zitten er enkele grote professionele investeerders bij. Die over het algemeen een achtergrond hebben in de horeca. En daarmee ook de horeca een warm hart toedragen. Wij zien crowdfunding niet zozeer als een hype. Het is inderdaad wel zo dat de markt enorm gegroeid is de afgelopen jaren. Zowel in Nederland als in Europa als wereldwijd. Mede gesteund door het feit dat momenteel de banken relatief lage vergoedingen bieden op de spaarrentes van particulieren. Maar zeker ingegeven door het feit dat, en dat geldt ook voor onze sector, dat de horeca nagenoeg niet meer gefinancierd kan worden via de reguliere bankaire wegen. In tegenstelling tot andere platformen gaan wij ook niet voor kwantiteit, maar voor kwaliteit. Dat betekent uiteindelijk dat we zeg maar een select aantal projecten kunnen honoreren. En daarmee beschermen we zeg maar, voor zover mogelijk het belang van de investeerders. Het leuke van crowdfunding binnen de horeca is voor investeerders dan met name dat ze hun investering in principe dagelijks kunnen volgen. Hè. Het is natuurlijk de horeca is vrij toegankelijk. Dus op het moment dat ze eens willen zien hoe het ervoor staat met hun investering, kunnen ze de betreffende horecaonderneming bezoeken. Daarnaast wat we ook vaak zien is dat horecaondernemers, als ze een pitch hebben geplaatst op ons platform, is dat ze de investeerders iets extra's aanbieden. Bijvoorbeeld in de vorm van een loyaliteitspas of korting op hun horecauitgaven. En dat maakt het voor een investeerder bovenop het reguliere rendement extra aantrekkelijk. Ik ben John Weggelaar en ik heb sinds kort zijn we hier bezig met een lunchroom, Lunchroom De Oorsprong. We leveren vrij veel gezonde producten, verse sappen. Tegenwoordig zie je natuurlijk wel overal smoothies en dergelijke, maar verse sapbar, ja, dat is er nog niet echt in Purmerend. En de kinderspeelruimte die wij achter ons hebben. Een opening zelf gaan we in mei doen. We zijn nu stil open gegaan, we hebben allemaal nieuwe krachten. Ik kom zelf niet direct uit de horeca en dat geldt ook voor mijn vriendin. Dus iedereen die nu de deur uitloopt omdat we stil open zijn gegaan, heeft daar waardering voor. En kan alleen maar positief daarover praten. Ben ik ook bij een bank geweest. En simpelweg gaf de bank aan dat ik met te weinig eigen geld meeging. Terwijl dat normaliter voldoende zou moeten zijn. En het leuke van horeca crowdfunding is dat je eigenlijk de mensen om je heen ook vraagt om vertrouwen te hebben in jouw project. Er zijn een aantal Purmerenders, ook winkeliers om mij heen, waarvan ik dan nu te horen heb gekregen dat zij ook hun steentje hebben bijgedragen. Ja, die komen nou hier dan wel het appeltaartje proeven. Mijn naam is Dick Lap. Ik ben eigenaar van Otto & Mezzo. Otto & Mezzo is een bar pizzeria in het centrum van Dordrecht, oude havengebied. En wij zitten hier 8 mei, 1 jaar. Het bedrijf loopt boven verwachting goed. Het was heel twijfelachtig. We zitten in een pandje wat 7 jaar heeft leeggestaan. Het is een oude vismarkt. Vroeger werd hier vis verkocht en werden hier de tafels opgestapeld. Daarna heeft er nog een aantal keer een café in gezeten. Maar het is nooit echt van de grond gekomen. We zitten in het centrum, maar het is wel een rustig gedeelte van het centrum. Je hebt uitzicht op de oude pakhuis, Nieuwe Haven, Wolweefshaven, Kuipershaven. Midden in het historische hart van Dordrecht. De crowdfunding, ja, het is toch wat abstracter dan een bank. Maar na een aantal gesprekken gehad hebben met banken, kwam ik wel achter dat het allemaal wat conservatiever en logger ging bij banken. Dat ik zoiets had van, ja, wat is er interessant aan crowdfunding? Als ik zelf een bedrag op mijn rekening zou hebben staan, dan zou ik dat hoogstwaarschijnlijk ook liever in een startende ondernemer steken. De rente is beter, de looptijden zijn kort,
En de kans dat ze succesvol zijn is er bijna altijd, omdat ze natuurlijk goed gecontroleerd worden voordat ze bij horeca crowdfunding terechtkomen. Horeca is natuurlijk erg moeilijk geweest de laatste jaren, al trekt de markt wel weer aan. Maar ik denk zeker voor ondernemers die wat nieuws bedenken en die dus niet meer in die conservatieve hoek gedrukt willen worden, dat crowdfunding en met name via horeca crowdfunding een enorme uitkomst is. Toen mijn zoon startte in 2001 heb ik gezien hoe moeilijk het is om als jonge startende enthousiaste ondernemer om te beginnen, om een hulp te hebben bij de start. Want er zijn maar weinig mensen die vertrouwen in je hebben en die heb je dus nodig. En daarbij heb ik jullie profielen bekeken en gezien dat daar dus mensen zitten die van de hoed en de rand weten. Want dat vind ik dus heel belangrijk, omdat horeca dus een specifieke bedrijfstak is waar je echt verstand van moet hebben. Om dus te kijken of bepaalde projecten kansrijk zijn voor de toekomst. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk voor een investeerder. Ik kijk welke locatie zitten ze. Wat is het uitgangspunt van de ondernemer? Ik kijk bijvoorbeeld ook of, anders informeer ik dat, de huur in vergelijking met de omzet. En het risico blijft erin zitten. Dat moet iedereen zich er degen van bewust zijn als je erin investeert. Ik ben natuurlijk wat dat er gaat misschien wat vervelender of lastiger als andere investeerders. Ik wil echt veel weten voor ik in het project investeer. En mijn vragen worden altijd gelijk heel snel beantwoord. En er is een goed contact en dat is ook wel voor een investeerder, lijkt mij heel belangrijk. Ik zie dus diverse collega-platforms en tussenpersonen die staan allemaal op. En die vinden altijd allemaal al dat een project geslaagd is. Als het op je project binnen no time volgeboekt is, ingeschreven is. Maar het succes van de crowdfunding hangt dus af of ook na verloop van jaren de ondernemer in staat geweest is om aan zijn verplichtingen te doen. Dan krijg je het gehele plaatje, dan is crowdfunding echt een succes. Wij zijn Don en Ingrid van Rooij. We zitten nu bij Bed & Breakfast en daghoreca Villa de Heidetuin in Bergen op Zoom. Mensen kunnen hier vanaf 10 uur voor een lekker bakje koffie terecht en een stukje verse taart. Vervolgens doen we de lunch en dan de borrel nog erachteraan. En we sluiten een beetje afhankelijk van het seizoen 5, 6, 7 uur. We zijn gestart en het waren meteen prachtige zondagen. Nou ja, gezien de locatie in een wandel- en fietsgebied zat het terras hier voller dan vol. Mensen gingen gewoon op de grond zitten. Dus dan snap je wel dat we even zoiets hadden van wat overkomt ons. Maar inmiddels hebben we gewoon een mooi personeelsbestand. We hebben echt een supergoed team om ons heen kunnen bouwen. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Door de week met name heel veel zakenmensen uiteraard. We hebben een paar vaste gasten die echt hier voor weken verblijven. Of een half jaar elke week 3 nachten. In het weekend eigenlijk jong en oud. Dus we krijgen mensen van 25 tot aan 75. We hebben voor jullie gekozen omdat aan de ene kant dat het tegenwoordig via de reguliere banken gewoon een drama is om aan geld te komen. Dus iedereen, alle banken waren super enthousiast. Zeiden fantastisch, succes ermee. Dus ik kom over 3 jaar maar terug. Dan kom je bij het platform crowdfunding kom je terecht. We hadden gesprekken. Horeca crowdfunding was voor ons absoluut voelde als een goede, betrouwbare partner en dat is ook gebleken zo. Nou, ik ben Marilena Rutten en we zijn hier in mijn restaurant La Comunità Gouda. En La Comunità Gouda, dat is de eerste La Comunità van allemaal. Hier is het allemaal ooit begonnen, bijna 15 jaar geleden. Dus voor mij echt een enorme trots om deze zaak überhaupt over te mogen nemen van de grondleggers van La Comunità. Eerst moet je natuurlijk door een keuring heen van wie ben je, wat kan je, wat doe je. Dan krijg je op een gegeven moment dat je het openbaar gaat maken, dat het online gaat, dat je vooral ook als ondernemer er zelf heel hard aan moet gaan trekken en het in groepjes gooien en delen en zorgen dat mensen het zien. En dan is het op een gegeven moment afwachten van wat gaat er gebeuren. En dat was in het begin was dat vrij spannend. Ik had op een gegeven moment in een uur zat ik het mee te kijken en het was F5, steeds verversen. En toen had ik een uur 12,5%. En dat was toch wel dat je denkt van, er gaat wat gebeuren. We zaten net in de kerstperiode.
Dus dat was ook wel een beetje spannend, omdat je niet weet wat mensen dan aan het doen zijn. En, maar uiteindelijk is het toch in 4,5 dag is het in één keer rondgekomen. En het is ineens heel hard gegaan. Dus dat was kort maar spannend. Door middel van de crowdfunding is het mogelijk geworden om het voor mij op deze manier te kunnen doen. Omdat met de bank is het een beetje lastig op dit moment. En de boot echt de ideale uitkomst om als vrij jonge startende ondernemer toch je droom waar te kunnen maken.